sick. You ready for it, boys? Yeah. Yeet! Yo, kijkers, mijn kanaal en welkom bij weer een nieuwe Resident Evil 7, die End of Zoe video. Resident Evil 7, voor de mensen die hier voor het eerst kijken, is een horrorspelletje. Best wel geinig, best wel eng. Dus welkom en tof dat jullie allemaal kijken. We gaan vandaag dus verder met The End of Zoe, is een DLC. Dus een game-uitbreiding en wij zijn Joe Baker, de broer van Jack Baker. Hier kwamen we vandaan, van de krokodillen. We moeten nu verder. Geen idee waarheen. Daar staat een deur open, dus hey, laten we daarheen lopen. What the fucking fuck? Dude, zijn die nou weer krokodillen? Are you fucking for real? Ik had ook al kunnen weten dat ik niet gelijk al klaar was met die krokodillen, you know? En dit ziet er echt uit als een krakkemikkig bruggetje. Ik heb hier ook gewoon... Dudes. Why? Just why? Come on. Oké, we gaan hier heel voorzichtig overheen lopen. Want ik heb gewoon het gevoel... Dat dat ook is wat je moet doen. Omdat je anders naar beneden valt en dan ben je gewoon voer voor de krokodillen. Dus, let me do this real slow. Real easy. No. Oké. Kijk, niks aan de hand. Dude, wat is dit? Wat is dit? Oh. Fuck jou, fuck jou, fuck jou, fuck jou, fuck jou. Wow, zo! Het was dus je kop heen houden. Oh damn, die animatie had ik nog niet gezien. Dat hebben we nog niet eerder gedaan, dat trucje. Maar ik vond het wel leuk. Goed, waar zijn we nu? Hallo. Dude. Fuck off, fuck off. Fuck off, go piss, of weet ik veel wat je gaat doen. Maar niet mij fokken. Oh, nice dude. Nice strike. Oh, achter me ook nog eentje. Oh, that's fine. Oh, that's amazing. That's truly amazing. Dat ik gewoon tegen drie van deze fucking apparaten moet vechten. How am I supposed to do this? Oh, wacht, ik weet wel wat. Wacht eens even. Hoppakee. Goodbye. Ik wist toch dat ik die had. Hier, jij mag ook sterven. Hé, hey, optieven. Dead. Nice. Oké. Tree bench en een spear. That's good. Alright. Break. Oh. Dat moet ik natuurlijk wel zo doen. Hop. Oké. Zo. Alrighty. Nou, that worked out. Kunnen we nog zo'n speer maken? Nog eentje? Misschien? Jazeker. En laten we even zo'n medkitje innemen. Oh, wat gebeurt er nou? Huh? Oh, ik wist niet eens dat dit kon, joh. Wat wel? Oh, dat ik hem geappeerd heb. Oh, ja, ik snap hem al. Omdat ik hem natuurlijk gewoon vasthoud. En blijkbaar kan je dan... Oh ja, oké, ik snap het. Goed, ik moet even zo'n deze kennen. Dat was de knop. Ja, ik ben er al een tijdje uit, dus dan moet ik er even weg. Daar staan drie speren, heb ik dat goed? Dat heb ik goed, hè? Er staan er drie. Ah, dan moet ik zeker zo er helemaal eromheen helemaal kutten. Ja, dat gaan we niet doen. Oh, ik moet wel. Oh nee, ik heb de keuze. Aha, ik heb de keuze van, oh, wil je drie speren en twee boksen? Haha, dan moet je wel hier helemaal omheen zwemmen en helemaal kutten mutten. Amazing. En sterker nog, stel dat ik doodga, dan is allemaal progress is gone, you know? Nou, alles wat ik nu heb gefixt en gedaan heb, dat is gewoon weg. Wil ik dat? Nee, dat wil ik niet. Dus ga ik dan eerst even terug? Ja, dan ga ik eerst even terug. Wat is dit? Oh, ben ik gewoon nog voorbij gelopen. Oké, weer heel voorzichtig. Ik ga hier niet naar beneden vallen. Echt, dan word ik helemaal gek als dat gebeurt. Take it easy. Oh, yes. Alrighty. Oké, we made it. Eventjes snel opslaan. Zo, die. Zodat als we doodgaan daar, bij die speren en zo, waar je die kan pakken, dat het geen probleem is, omdat ik dan heb gesaved. Dus hoef ik in ieder geval niet opnieuw die drie monsters te killen, weet je wel. Dat was een beetje de gedachte erachter. Hoppakee. Niks aan de hand. Nice and easy. Dit is het tricky part, you know. Ja, daar gaan we. Oh mijn god. Waar moet ik er weer op? Fuck off. Would you please just fuck off, bitch? Hier moet ik op. Oké. En dat dacht ik dus al. Dat je er gewoon makkelijk vanaf kan vallen. Oké. Niks aan de hand. Slow aanpakken dus.
Yes. Really good. Oké, helemaal top. Wat kunnen we eigenlijk als we hier... Oh, never mind. Never mind. We gaan hier dus gewoon eventjes kijken. Gewoon even koekeloeren. Doen of niet? Doen, 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 doen. Ja. Ah! Doen, doen, doen. Klimmen. Scrap metal, dinges, ja. Amazing. Oké. We kunnen hier vanaf springen, dan ineens echt stuk doorlopen en dan zijn we er. Maar ik moet eerst weten waar die andere deel is, want ik hoor er nog eentje. Where you at? Where you at? I don't trust this. I don't fucking trust this. Oké. Wat gebeurt er nou weer? What's happening nou weer? Hè? Wat happened er nu weer? Wow! Nee! Waarom speel ik dit soort spellen? Echt, fuck. Oh, wat is dit voor kleefzooi? Wat is dit voor troep? Ik weet dat dit me gaat killen als ik er langs loop of zo. It's something. It's something bad. Wat is het? Maar ik wil ook weer geen speer eraan verpesten. Maar ik weet dat het iets ergs is. Heb ik iets bij me of zo wat ik daar tegen kan doen? What is it? What is it? Oké. Hallo? Hello, buddy. Hello, buddy. Ja, niet. Nee, meen niet. Hallo. We zijn er bijna doorheen. Op zich. Toch? Zou je zeggen? Ik bedoel, zou je zeggen? Je weet het nooit met dit spel, maar... Je zou zeggen... Dat ik er nu bijna doorheen ben. Right? We zijn al een tijdje nu zonder save point en zo. Als ik nu doodga, dan wil je ook niet weten wat ik ga doen. Oh, hey, buddy. Oh, hey, buddy. It's nice knowing you, buddy. Let's go. Let's go. Fist fight my ass. Fist fight my ass. Tjof. Hoppakee, patjof. Ik weet niet eens wat voor sound effect dat was, maar in ieder geval ik heb patjof of zo. Oké, camfloed. Nice. Jezus, jongens. Wat een spel. Echt waar. Fucking hell, ik ben echt al zo fucking jumpscared. Oké, dit ziet eruit alsof we daar safe zijn, in dat huisje daar al. We zijn echt bijna bij het einde. Maar laat nou net dit, ja, twee speren gevonden. Ik weet dat dit helemaal kut gaat. Ik weet dat hier iets gaat gebeuren wat ik helemaal kut ga vinden. Waar ik nu echt door ga twijfelen of ik weer terug moet om te saven. Dit gaat heel kut worden. Iets heel erg naars. Iets heel erg vervelends. Maar wat? Kunnen we springen? Nee, hè? Nee, kan niet. Ja, niet. Ja, dat dacht ik al. Alligator. Ergens onder mij. Oké, ze geeft me ook niets voor niets camvloed. Het is weer voorspelling tijd. Oh, never mind. Daar komen twee dregies aan. Ik wilde voorspellen dat er een alligator de brug kapot hapt. En ik dan naar beneden val en in die trash terecht kom. Maar ik denk nu gewoon dat dit het was. Dat ik dit gewoon moest bevechten en klaar. Of is het nog meer? Ik weet dat jij daar zit te stinken. Echt, ik word helemaal gek als jij mijn brug kapot hapt. Ja, die brug gaat hier instorten. I know it. Die brug gaat hier ergens instorten. Dudes, jullie willen niet weten hoe bang ik ben. Hij gaat instorten, de brug. Ja, oké.
Kom even, bitch. Kom even, bitch. Go. In the water. Go in the water. In the water. Hoppa. Rustig, Koppé. Laat de krokodil jou maar eten. Ja? Jij bent lekker vlees. Ik niet zo lekker hoor. Nee, echt totaal niet. Twee speren hier. Jongens, ik blijf het voorspellen. Ik kom zo meteen in het water terecht. En dan moet ik echt out of nowhere. Moet ik mijn speren gaan gebruiken voor krokodillen en zo. Daar heb ik echt geen zin in. Dat wil ik gewoon niet. Ik wil echt alles behalve in het water terechtkomen met fucking krokodillen. Echt. Alles is prima behalve dat. Wow! Nee. Dit meen je niet. Nee, fuck. Flikker op! Dude, dit is echt hard as fuck. Oh nee. Shit, dude. Je gaat me niet vertellen dat ik alles opnieuw moet doen. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Oh, for fuck's sakes. Oké, thank god. Oh, ik werd al even niet goed. Oké, nu weten we hoe we dit gaan aanpakken. Let's go. Ik ga mijn weg hier gewoon doorheen slaan. No worries. Hier, go piss. Oh, fuck off. Kom maar. Het is wel fijn. Met jou over bevechten. Fijn, niks aan de hand. Hier zijn een stelletje mietjes. Die kunnen helemaal niks. Die zijn slap, die zijn bout, die zijn scheid. Die kunnen echt helemaal geen saus. Jullie zijn echt een stelletje mietjes, een stelletje boutjes, een stelletje stinkers, een stelletje rotte stinkende aardappelen. Stinkend in een zak vol met azijn en bullshit. En flikker op. Oké. Hemfloed. Wat is dit? Oh, stok. Oké. Eén metertje. Goed, ik weet dat daar zo stinkert. Zo'n kruipend mormel zo meteen komt. En die vind ik echt vreselijk. Die is zo sterk. Die maak je echt helemaal kapot. Echt, die sloop je echt helemaal volkomen. Ja, kom maar. Jij eerst. There you go. Jij eerst kapot. Als jij kapot bent, dan maak ik me niet zoveel zorgen. Want jij al. Hoppakee. You know, niks aan de hand. Tenminste, ik mag hopen dat jij nu dood bent. Oké, jij bent gewoon niet dood. Oké, dat is nice. Dat is allemaal nice. En jij, wat moet jij? Bout op. Jezus, Christian. Doe even normaal aan dit plant. Nee, dit meen ik. Dit was echt worst case scenario. Go. Oké. En nu komt dat rottende monster zeker zogenaamd nog een keer tot leven of zo. En dan heeft hij weer al zijn HP terug. Ik ken de grappen van Resident Evil. Ben je nu dood? Nice, he's dead. Niks aan de hand. Holy freaking moly. Echt, dude, dit spel. Ik krijg er echt nog een keertje een hart op. Nou, dat kan ik niet zeggen. Maar je snapt wat ik bedoel. Je krijgt er echt nog een keertje gewoon wat van dit spel. Jesus Christ. Zeg maar alsjeblieft dat ik hier kan saven. Ja, dankjewel. Thank you very much. I deserve that, you know? Oké, en weer zo'n poppetje. Krijgen we weer sterkte van en dat soort dingen. Wat de fuck ligt hier? Oh, weer zo'n insect. Oké. Zo, nice. Nou, zo hier ben je. We hebben een hele rit voor je afgelegd, kan ik je vertellen. En nou wil ik eigenlijk toch wel graag jou vinden, you know? Gewoon even... Ah, een kerkhof. Ah. Oh, well, that's amazing, right? Een kerkhof. That's nice.
Alright. Nothing to be afraid of, you know? Just hear some pieces of shit. I don't know what it is, but you know. It's all fine. It's all fine. Wel fijn. Als jullie speren vinden, weet ik genoeg. Ja, iets om speren mee te maken. Oké, we moeten zo vechten, jongens. Dat is één ding wat zeker is. Hallo? Ah, kijk, nog een box. Kijk, daar moet je altijd een beetje zoeken. Oh, ja, first man. Ik dacht al, ligt er nou niks in. Dan was ik echt getrold. Alright. Good stuff. Jesus fucking Christ. Dude, wat is dit? Wat is dit? Wat? 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 Dude, calm down, big fellow. Calm down, you big fat piece of shit. Holy freaking shit, boys. Why don't you please just calm down, you know? Let me get out of here. Oh, fuck off. Ik moet ze eerst eliminaten. Ik was gewoon te slim af en dan moet ik ze alsnog eerst eliminaten. Hij gaat me onderkotsen, dat dikke vetzeug, jongen, die loopt achter me aan. En die wil mij, hij doet fucking nou wat hij wil, hij wil mij kapot kotsen ofzo. Volgens mij is dat zijn strategy. Wat ben jij voor dikke vetzeug, ouwe? Wat kom je doen? Nee! Ik laat me niet onderkotsen. Nee, wegwezen. Ja, jij bent zo'n irritante vieze bout. Bout op. Wow, de real fight is met kotsen! Boy, dude, je vetzuig! Dude! What the hell? Hij is OP as fuck! Dude, hij kotst ook gewoon dit! Oh, ben je... Dude. Oké, nou ben je klaar. Nou maak ik je gewoon echt helemaal kapot met je dikke fucking buik. Ah, flikker op. Nee, ja, kots maar ronde. I don't care. Nou, flikker je maar toch een partijtje op. Op, liefde. Weg, jij dikke strontzak. Vieze. Hier, opge fucking. Op! Nee, jij mag me niet meer onderkotsen. Het is klaar. Je dikke buik gaat nu ten onder. Opge stinky, winky, wanky, stinky. Bout op. Oh, doe normaal. Oké. Oh, no. Wat schiet jou op mij, man? Zwavelzuur of zo? Wat heb jij voor geen vandaag gehad? Sterf! Deze game. Echt, dat heb ik altijd al gehad met Resident Evil. Wanneer je denkt dat je veilig bent of wanneer je denkt dat er niks meer gebeurt, kunnen ze je toch nog even laten schrikken. Echt, dat is ook waarom ik deze game zo amazing vind. Echt waar, dudes. Oh. Oh, hello church. Hallo kerk. Hey Zoe. Just hanging around? You know? What you doing, Zoe? Just chilling and stuff? Er is vast niemand bij je. Nee, joh. Dat geloof ik niet. Jij bent gewoon helemaal alleen, hè? Je bent hem? Goddamn sacrilege. Ja, ze is niet alleen. She's not alone, she's not alone. Bof! Oh! Strong as fuck. Moet je nou weer killen? Voor de 100 miljoenste keer? Jack? What the hell is Jack Baker? Dude! Holy shit! Dat stinkende vieze varken is gewoon Jack Baker. Wat gebeurt er? Oh dude, wil ik nou gewoon leven begraven? Dude, for real? For real? Damn it, Jack! Don't you remember your brother? Real? Fucking real? Don't do it! Don't you touch her! Jack! Let me the fuck out of here! Help your family! How the fuck can you do this to me?
Get me the fuck out of here, Jack! Oh, wat zie ik. Wordt in een kist gestopt? Really? Is dit the end of Zoe? Het gaat verder. Oh, ik spoel aan. Oh, damn, you tough fucker. Hoe leef jij nog? Dude, hoe de fuck leef jij nog? Oh, hail, Jackie boy. Hoe de fuck leef jij nog? What's happened to you? For real, dude. How you still alive, dude? How you still alive? Hoe kan dat? Hij lag in een kist die levend eventjes werd begraven. Oh, what the fuck was dat trouwens? Wacht. Baker House Camp. Oh, helikopter! There you are, you son of a bitch. Wacht. Let's do this. Okay, let's do this. Okay. Blijkbaar. Let's do this, jongens. Het is het einde, denk ik. Wauw, wat is dit sick. Echt niet normaal. Zij gaan nu dus naar dit is het huis. Gaan we oh, dude. Laat mij nou eens een keer genieten van de fucking game, dude. Normaal. Ga je echt met z'n vier achter me aan? Dat is helemaal niet eerlijk. Dat is... Nee, dat is gewoon niet eerlijk. Kom op. Even normaal. Laat me hier even doorheen. Laat me hier even doorheen. Oh, fuck off. Oh, fuck off, dude. Echt. Dude, moet ik nou eigenlijk serieus tegen vier mensen vechten? Ik geloof dat niet. Lopen lekker door. Doei. Doei. Wat is dit? Wat is dit? Oh, is dit... Oh, what the hell is this? Fancy toys? What are they fancy toys? Wat is dit voor shit? Wat is dit voor shit? Oh. Ready for use. Oh. Oh. Kom eens hier, fuckers. Moker! Ah, nu snap ik het al. Ik moet hier weer als op de deur. Oh, hold to charge an attack. Oké, dat wil ik zien. Dat wil ik zien. Ja, yeet! Zo! Damn! Damn! Dit is zo sick. Dit is zo sick. You ready for it, boys? Ja, yeet! Ja! Yeet! This might be what I need to put down for good. Where are you at, motherfuckers? Waar moet ik heen? I don't know. Waar moet ik heen? Dit is zo'n anticlimax. Waar moet ik heen? Yeet! Yeet! Oh, hier zo. Oké. Yes. Charging. Yeet! Oh. Hello? Dude, dit herken ik. Dude, dit herken ik. Het hele water. Dit herken ik. Hier moet ik dat beeldje goed zetten. Dude, ik weet precies wat ik hier moet doen. Oh, dat is niet eens nodig. Oh, dude, dit is zo sick. Wat is dit allemaal? Oh, dit zijn healing items. Alright. We zitten gewoon in... No way. We zitten weer in het huis, jongens. We zitten gewoon weer in het fucking huis. Dan weet ik dat je daar kan saven. Dat weet ik. Want ik heb dit helemaal uitgespeeld, dit spel. Ja, kijk, there you go. I know everything about this game, you know? Wat hebben we hier? Oh, fucking dude. Zoe Baker, fourth grade, dude. Are you for real? Holy shit. Okay, let's go. Let's do this. The music is ook zo epic. Oh, ik kan geen healing items maken. Maakt niet uit. I don't need it. I don't need that crap. I don't fucking need that crap. Let's go. We komen uit bij die schuur. Yes. Charging. Yeet! Zo, dead. There you go. Oké, okay. Ging helemaal zoals gepland, maar hij is dood. Charging. Charge. Yeet! Charging. Op, oké. Okay. Opbouten. Opbouten. Opgestinkie winkie. Ja, hier liep toen, hoe heet ze ook weer? Marguerite rond ofzo. Ik weet even niet hoe ze heet. Oh man, wat is het sick. Ja, hier heb je al die vliegjes. Oh
hoppakee, get the fuck out. Wof. Hop. Hoppa, hoppa, hoppa. Oh shit. Oh, daar zo. Oh ja, leeft nog. Hallo? Hallo, big fellow. Charge. What you wanna do, boy? Charge. Yeet! Oké, ja. Oh, dit. Oh, ik herken alles. Ik herken alles. Laat het me weten in de comments als je dit ook allemaal herkent. Want dat betekent dat jij dan deze serie volledig hebt gevolgd. En dan ben je echt een freaking baas. We gaan nu over de brug. En dan komen we uiteindelijk uit bij het huis. Dude, this is amazing. Holy shit. Holy shit. We gaan nog één zo'n stinkend dingetje eten. Om volledig even geregend te zijn. En nu gaan we ons klaarmaken voor de fight. Met fucking Jack Baker. Hier zijn allemaal kampjes opgezet. Waarom de fuck zijn die kampjes opgezet? Waarschijnlijk door die leger guys. Right? Jesus. What happened here? Ja, goede vraag. Oké, hier kan ik even een beetje bij komen of zo. Oh nee. Die. Yes. Oké. Alright. Good stuff. Wat is dit? Ah, dit gaat over dat ding wat ik aan heb, volgens mij. Oh, zo. Terwijl. Zo op een dood. Oké. Nou, was dat het? Oh, nog meer dingetjes. Goed. Wat stond er trouwens? Lost inventory has been added to the box of zo? Oh. What the hell? Thank you. What the hell? Dat is heel erg fijn. Oh, dat was... Natuurlijk, ik werd in de kist gestopt en toen was ik al die shit kwijt. Dus nu heb ik het weer terug. Ah, I get it. Nee, wat doe ik nou? Dit is gewoon een waste. Dit was echt een waste. Fucking hell. Kijk, die wilde ik maken. Zo. Nou, ik denk dat we nu ready zijn. Let's go. In het huis. Weer terug gewoon naar het fucking huis. Oh my fucking days. Just you wait, Jack. Zoe's coming with me. Hello. Zoe. Hello. Zoe. Zoe. Zoe, wake up, wake up. Jeet. Alright, alright, Jack. Ik heb jou al een keer eerder. Verslagen. Ik heb jou al een keer eerder verslagen. Ik heb jou al een keer eerder verslagen. Boom! Jezus, jezus, jezus. Wow, joh, jij bent sterk, ouwe. Jij bent sterk. Jij bent sterk. Ja, jij bent heel sterk. Ja, je bent heel geinig. Je bent heel geinig. Holy freaky shit. Holy freaky shit. Pof, pof, pof. Oh, kut. Nee, dit. Oh, dat weet ik nog. Dat doet hij inderdaad altijd. Nee, Jack. Nee, Jack. Nee, Jack. Nee, Jack. Nee, Jack. Oh, wat de fuck is het doen? Zo, dude. Jack, ouwe. Ja. Jezus, hij onderbreekt even mijn charge. Wat fucking irritant, zeg. Hey, you ain't cheat now, hey. Jezus, gast, echt. Fuck, ga ik jou ooit verslaan? Echt, dude, fuck, ga ik jou ooit verslaan? Fuck off, fuck off. Hier, weer, jongen. Ik kan hem niet full chargen, want dan attackt hij de hele tijd. Je bent echt een annoying as hell, wist je dat? Ik heb geen healing items meer. Ja, ik ga dit verliezen. First fight, jongens. Ik heb dit verloren, want ik heb geen healing items meer. So, let's done. Let's done. Let's done. Ja, klaar. Dit gewoon, ik kon het maar net zo goed even opgeven. Die gast is fucking sterk en ik kan mijn linkerhand dus gewoon niet gebruiken zoals ik wil. Want het duurt te lang om dat ding op te laden. Het duurt gewoon te lang. Goed, we gaan dus eerst eventjes zoeken naar allemaal healing items. Voordat wij zomaar het gevecht aangaan. Want we hebben ze nodig. We hebben ze echt heel erg nodig. Dat is 1, dat is 2. En niet meer. Nee. Oké, okay. Hallo Zoe. Waarschijnlijk nu heel onverwachts komt in één keer Jack aanzetten. Ja. Oh, echt joh.
Eder. Oh, wist ik niet. Nooit verwacht. Kom maar op, ik ga alles van hem blokken. Echt, ik weet nu gewoon hoe ik jou aanpak. I just know it. Kijk, easy. Je bent easy. Je bent fucking easy, boy. Je bent fucking easy. You know? Je bent easy. Hop. Hoppakee. Kom dan. Je bent fucking easy. Oké, full charge, komt ie. Charge complete. Bof. You remember me, right? En blijf doorgaan. I broke your nose when we were kids. You remember when I clotheslined you into the swamp? Hoppa. Hop. Kut, sorry. Even één flesje innemen, niks aan de hand. Dat was de eerste, volgens mij. Nee. Laat je mij niet grijpen. Fuck off, boy. Jammer. Next time better, boy. Kut. Zo. Komt ie. Charge complete. Bof. Lekker. Nog eentje. Hoppa. Hoppa, ik heb je in de hoek. Wat wil je doen? Wat wil je doen, flikker? Wat wil je doen? Kom maar. Kut, 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 kut. Nee. Hey, you ain't cheating now, hey? Miss. Boos. Nee. Nee, shit. Oh, nice. Hij heeft het niet. Kut, sorry. Komt-ie? This is farewell from the family, brother. Doe normaal, ouwe. Je ziet gewoon zijn oogbal wegvliegen. Jesus. Waar zou hij inderdaad? Huh? Waar de fuck is zij naartoe? Hè? Zoe? Tel. Ben je naar buiten gesneakt of zo? Huh? Hè? Where you at? Ik hier onderdoor of zo? Nee, huh? Boys, what the fuck moet ik nu doen? Waarom begrijp ik dit niet? Wat? Hallo? Wacht eens even. Wat is hier nou aan de hand? Alle drie de hondenkoppen zitten toch in, of niet? Ja, dus de deur zou gewoon open moeten kunnen, maar die gaat blijkbaar niet open. Oké, fine. Maar waar moet ik dan heen? Hè? Oh mijn god, dat had ik helemaal niet nodig. Maar goed, ik weet niet waar ik heen moet, jongens. Ik heb geen idee. Oh! Zoe. Daar lag Zoe. Daar lag Zoe. You gotta be all right now. Komt-ie? Zoe? Zoe! En? Wake up, Zoe! Joe? Wow. What happened to her? Are you okay? I'm fine. Don't you worry about me. It's all over now. Go, 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 go! Don't move! Get your hands up! Get down! Weapons down! Weapons down! It's all right. You must be Zoe Baker. Who the hell's asking? Chris Redfield. Been looking all over for you.
We're here to help. You're gonna be just fine. I was trapped with those monsters for 3 years. All of them trying to kill me. I can't believe it's finally over. You gotta know, deep down somewhere, they were still your family. And they loved you. Especially your daddy. Even in his final days. We found her. She's a tough kid. Of course. Hang on. Someone wants to speak to you. Zoe! Zoe, are you there? It's you! I don't believe it. You actually made it. We both did. You didn't forget about me. I told you I'd send help. And I always keep my promises. Thank you, Ethan. Oh, wat sick. En zo sluit het weer op elkaar aan. Holy shit. Ja, voor de mensen die de hele storyline van Resident Evil 7 hebben gevolgd, die begrijpen ongetwijfeld wat hier aan de hand is. Namelijk Ethan, die heeft het gered uit het huis. Die zat alle tijd daarin gevangen. En die moest op een gegeven moment kiezen tussen Zoe of tussen Mia. En hij heeft uiteindelijk gekozen voor Mia. Of tenminste, ik heb toen gekozen voor Mia. En toen bleef Zoe achter. Toen heb ik inderdaad tegen Zoe gezegd van, er komt hulp aan. Hulp komt jou halen. En dit is dus dat einde. Hoe dat toen is gegaan. Wat ongelooflijk ziek zeg. Holy shit. Difficulty normal. Restarts 9. Ja, dat is dus hoe vaak je dood bent gegaan en zo. Time saved. Punches thrown. Holy shit. Stealth kills. Healing items used. Damn. Extreme challenges. Complete all challenges. Dat zal wel. Oh, ik heb van alles geunlocked. Oh, ik heb allemaal wapens geunlocked en zo. Maar ik deze nu heb gehaald. In ieder geval, beste kijkers. Dat was dus de end of Zoe DLC. Hij zit erop. Hij zit er gewoon op. Dus beste kijkers, allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze Resident Evil 7 video. Er is nog één DLC. En ik denk dat ik die ook ga spelen. Dat is namelijk het einde van die Rosefield die je net zag. Dus hopelijk vonden jullie het leuk en wil je het nog belonen met een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's natuurlijk. En dan check je me altijd graag weer bij een nieuwe video. Vandaag nog om 4:30. Namelijk Fortnite. Wees erbij natuurlijk. Laters.